Opmerkelijk genoeg Theo Jansen, de enige die niet is opgeleid eigenlijk door Ajax zelf. Niet al te veel supporters uit Utrecht overgekomen. En voorlopig is de arena sowieso wat mager gevuld, vind ik. Het is koud natuurlijk, maar gezien het dak valt het op zich nog wel mee met de kou. Ook Edwin van der Sar aanwezig. Nu die zelf geen verplichting meer heeft om te voetballen. Alle tijd voor dit soort reunies. Fouke Boy en Wilco van Schaik, zij die Utrecht gezond ook moeten zien te maken. De scheidsrechter vandaag Makkeli. Voorop hij nu de aanvoerder, nu Vertonghen er niet bij is. En nog maar eens een steun. Betoging voor, tuiging voor Johan Cruijff. Van de Bron en Menzo. Ja, het zijn er zoveel, zoveel oud Ajaxiden hier. Frank de Boer, het is een compleet andere achterhoede nu al de wereld geblesseerd is en Vertonghen geschorst staan. Van Rijn en Blind centraal, Anita is rechtsback, Koppers linksback en ook voorin de Spilis en Ebesilio vanaf de vleugels. En de Jong in de spits, ook daar de nodige problemen door de vele blessures. Het middenveld met Eno Jansen en Eriksen is wel vertrouwd. Bij Utrecht een nieuw systeem, 4-4-2. Schut keert terug in het centrum van de verdediging. Staat er nu samen met Buitens. En op het middenveld is er nu weer een plekje voor zowel Kali als Sneijder. Die eerst dus niet samen kon spelen. Nu wel. En twee spitsen. De Moesje en Kert. Het is nog even zoeken naar de aanvoerder van Utrecht. Jansen staat klaar. Van er gaan al je schut zich melden, die komt daar nu aan. Hey, heb je tijd aan? Nee, ik wil de man weer te laten in. Kill him low. Ik hoop dat de schut zo meteen wel op tijd komt als de wedstrijd eenmaal begonnen is. De nummer 14 wordt gesteund. Maar Cruijff is niet de enige oud Ajaxiet die populair is. Er zijn vele legendes vandaag aanwezig. Kreek, Bosman. Dat zijn er maar twee, want is de ruim 150. Waarbij Frank de Boer geen tijd heeft voor een reunie de komende 90 minuten. Ajax nog niet gewonnen in 2012. Utrecht al 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. En staat intussen op een 15e plek. Kortom, ook de ploeg van Wouters heeft de punten heel hard nodig. Lange bal van Wouters naar de Moesje. Maar die bal is net iets te hoog. Jansen. Wel binnengehouden, maar niet in de ploeg door Koppers. De Moesje en Blind. Het zal lastig worden voor Blind met die fysiek sterke De Moesje die hem de hele tijd op gaat zoeken. Het is de keuze van Wouters om vooral druk te zetten op dat onervaren centrale duo van Ajax. Van der Maarle. Kan De Moesje verlengen. De bal schiet wel door, maar Vermeer. Oeh.
laat hem weer even los. Heeft hem uiteindelijk nog. Het is wel gevaarlijk via Blind. Dan lijkt hij hem toch makkelijk te kunnen pakken. Hij moet bijna, nu we toch allemaal zo over die oude Ajaxide hebben, denk aan Heinz Stuy. Hete ballen. Seizoen twee keer verloren van Utrecht Ajax. Dit seizoen 6-4 in de gal gewaard. Daarmee kan Utrecht de eerste club ooit worden. Die twee seizoenen op rij. Beide eredivisieduels van Ajax wint. Jans. Bal kwijt. De Moerje. 1-0 onderschept. Duplan. Weer is het 1-0 die de bal verovert voor Ajax. Jansen. Inworp naar de Moerje. Weer van der Marel die dat dan ver gaat doen. Maar dan moeten er nog wel wat spelers achter de Moerje gaan staan natuurlijk. Dat geeft de Moerje nu ook aan. Anders heeft het verlenging niet zo heel veel zin. Zoals als over de Moerje heen. Jansen. Moesje er iets mee, hij kan hem klaarleggen. Het schot is daar half. Gernd en het is bijna raak. Eerste grote kans voor Utrecht. Ajax krijgt die bal niet lekker weg. Duplan, half schot en opeens is daar Gernd. En dat is echt wel een aardige mogelijkheid. Lange bal naar de Jong. Özbilis. Voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Ajax. 1-0. Is de Jong, maar daar komt de bal bij Lange na niet. Nassare, niet lekker aangespeeld. En dan krijgt Ajax de bal. Anita, 1-0. Jansen. Koppers. Ook hij voor de tweede keer in de basis in de Eredivisie. De Jong draaien, het schot van richting verandert. Daardoor bijna Fernandes verrast. Ze beweegt goed door, daardoor creëert hij ook ruimte voor de Jong om te draaien. En ook bij dit soort momenten mist Ajax natuurlijk wel het duo Al de Wereld Vertongen met een kopkracht. Blind is wel mee naar voren gekomen. Nou, met deze corner hadden ook Al de Wereld en Vertongen weinig uit kunnen richten. Fernandes laatste weken goed op dreef. Begon wat moeizaam bij Utrecht, maar was tegen PSV en Heerenveen. Dus een beetje de beste aan de kant bij de ploeg van Wouters. Hij heeft nu zijn verdediging naar voren gestuurd. Bal ingeleverd door Anita bij Kali. Gernd, de Moertje is natuurlijk voor het doel. Anita blokt. Kali. Gernd. Kali. Met 1-0. En dan levert dat een hoekschop op voor Utrecht. En dat biedt wel mogelijkheden normaal gesproken. Gezien de lengte met Bulthuis, Schut, Buitens, de Moerje. Bij Utrecht tegenover de lengte van Ajax. Sneijder met de corner, dat zijn ze hier wel gewend. Wel lang onderweg, Schut kan niet echt goed koppen daardoor. Duplan, Anita. De Jong. Jansen. Ebesilio. Bal kwijt aan Van der Marel. Utrecht zet er in ieder geval bovenop.
Maar dat betreft wel wat anders dan in Heerenveen. En de overtreding van Eno bestraft. Sneijder notabene het slachtoffer. Veel pijn bij de middenvelden. Met wie het dus hard is gegaan in 2012. Van tribune tegen PSV naar de bank in Heerenveen. En nu door Wouters in de basis in de arena. Maar bal van Schut. Die kan dan niet rustig laten lopen. Je ziet daar wat duiven in het strafschopgebied. Die kunnen natuurlijk het stadion niet uit. Dus die zoeken een rustig plekje in de arena. Maar dat kan nog wel eens lastig gaan worden vandaag. Hazard. Duplan. De Moersje vraagt alweer om de bal. Staat nu met Anita daar voor het doel. Moesje geeft nog eens aan, gooi die bal er dan maar in. Want als hij een luchtduel aan moet gaan met Vernon Anita, dan liggen daar zeker kansen natuurlijk. Hij heeft alleen Gernd achter zich, de Moesje. Maar het verlengen lukt niet. Utrecht zegt vroeg druk met Gernd hierop, Blind, Schut, Duplan. Jansen wint van Sneijder. De Moersje, goed verlengd naar Gernd. Mag natuurlijk gewoon door, geen overtreding op Eno. Gernd met het schot. Had ook kunnen kiezen voor de paas op Kali. Probeert het. Toch van 1,25 meter. Zelf. Van Rijn. Mooie aanname van Eriksen, die daardoor in één keer Assare kwijt is. Ruimte nu, een beetje ruimte voor Ajax. Dus Bilis. Anita Eriksen. Eriksen. 1-0. Anita. Sim de Jong komt in de spits natuurlijk. Hier is Ebesilio. Het lukt niet bij Eriksen. Geen vrije trap. Gernd appelleert wel, maar het was gewoon een normaal duel. Spitsen, de Moesje en Gernd die druk zetten. Daarachter een blok van vier middenvelders bij Utrecht. Goed meegegeven die bal. Eriksen weg. Daar komt Ebesilio nog. Van der Maro moest opletten met Ebesilio nog in zijn rug. Jansen met de hoekschop. Een overleg voor het doel tussen Van Rijn en De Jong. Bal goed verlengd. Ja, dat is dreigend, maar de Moesje staat op de goede plek. Weer Jansen. Nee, Duplan. En dan maakt Jansen een overtreding. Dan geeft hij zelf aan dat Duplan wel heel makkelijk ging liggen. En daar heeft... Jansen natuurlijk aan het punt.
Jansen overigens, een van de twee spelers die op scherp staat bij, scherp staan bij Ajax. Anita de andere. Gern buitenspel. Uit. Begon sterk aan de wedstrijd, maar Ajax neemt de wedstrijd meer over nu. Jansen, mooie beweging. Eriksen, daar is Jansen, goed gespeeld. Wild inkomen van twee kanten eigenlijk. En dus laat Makkeli doorgaan. Stevige duels mogen ook hier. Dus we hopen dat Makkeli wat dat betreft zo blijft fluiten. Hier wordt geduwd door De Jong en dat wordt wel bestraft. Het is een mooie aanval, waarbij Jansen in eerste instantie zelfs nog onderuit gaat, maar op tijd weer is opgestaan. Ja, en dan is het been van Jansen misschien wel gestrekt, maar Fernandes komt natuurlijk ook vrij wild in. En dus laat Makkeli dit maar doorgaan. En dat loopt voor Fernandes en Utrecht goed af. Het kan een hele stevige wedstrijd worden met veel strijd. Dan heb je ook een scheidsrechter nodig die dat toelaat en niet Piet Luther gaat fluiten. Bij, ja. Nog steeds Kali. Heel veel. Komt een eind, maar loopt zich uiteindelijk vast. Goeie proef even van Duplan. Hij kent. Voorzet is niet ongevaarlijk. Verdedigd door Koppers. Die daar goed naar binnen was gekomen, de linksback. Gewoon een inworp voor Ajax. Dat was zeer nuttig. Het opstellen van Koppers, die door had dat hij niet gewoon bij zijn man moest blijven, maar het centrum even te hulp moest schieten. Wildhuis laat bewust lopen, maar daardoor is de inworp wel voor Ajax. Even als laatste man. Komt de bal ophalen. En nu de positie van Rijn over als die inschuift. Eriksen. Özbilis. Misschien terug op Eriksen. Özbilis gaat voor een voorzet. Die nog bijna via de lat overgaat. Fernandes moet er toch nog even op letten. Ze zijn aan de bovenkant van de lat. Fernandes overlegt met Schut en Wuitens. Gaan we dat kort proberen of toch gewoon de lange bal? Je ziet de twijfel en uiteindelijk toch maar die lange bal. Omdat Ajax de boel vastzet. Anita maakt hem niet goed. De Moesje wel. Kali, Van Rijn. Even Silio wacht af. Van der Marel niet. Koppers.
Nee, Basilio. Die kan dus niet verlengen. Duplan daardoor. Buitens. De Moesje krijgt hem niet bij Sneijder. Eriksen. Dus Bilis. Eén man kwijt. Scherpe voorzet. Nou, dat is niet heel onwaardig bedacht. Bij de tweede paal was Ebesilio. De bal is net iets te scherp. Hij is makkelijk langs Bulthuis. De voorzet komt alleen niet aan. En Utrecht heeft weer hetzelfde probleem. Kan niet rustig van achteruit opbouwen. En zo is de ploeg in deze fase van de wedstrijd de bal steeds erg snel kwijt. Hier wel een vrije trap voor de Moesje naar de overtreding van Eno. In Heerenveen, toen de ploeg vrij lief speelde, geen kaarten pakte, gewoon van het kastje naar de muur werd gestuurd. De Moesje, blind in de rug. Van der Marel. Sneijder wijst waar hij de bal wilde hebben. Het gaat naar Duplan. Hier is Sneijder. Duplan, midden Sneijder. Maar het is al Jansen die het blok heeft gezet. Koppers, De Jong. Gaat er maar weer eens bij staan. Weinig kansen nog gecreëerd voor Ajax tot nu toe. Er is er nog steeds die mogelijkheid van Gernd. Nu twijfelt Vermeer even, maar kan die toch komen. Dat Ajax nog even zoekend is met deze nieuwe formatie. Is wel logisch en ook tegen het nieuwe systeem natuurlijk van Utrecht. Normaal gesproken vrij bij Ajax. Tegen de twee spitsen maar van Utrecht. Anita vraagt hem ook al een hele tijd om die bal. Het gaat wat te traag. Dan kan Kali naar hem toe. Bulthuis. Kali. De Jong jaagt wel door. Moesje of Eno? Je zou zeggen de Moesje, ja. Blind, onder druk gezet door Kernd. Nu komt ook de Moesje druk zetten, maar dat kost eigenlijk keurig op. Jansen. Ebesilio. Buitenspel. Moet daar wat meer ogen hebben voor waar zijn tegenstanders staan. Risicovolle bal, maar als hij aankomt, ligt er meteen ruimte voor Anita. Die gaat terug, waardoor de ruimte weer verdwenen is. Jansen, die krijgt geen tijd om iets te bedenken. Sneijder zit er meteen bovenop.
Jans. Op maat. Goede trap. Özbilis glijdt dan weg. Op wat een beetje het slechtste deel van het veld is daar. Bulthuis met de snelle inworp. Maar hij bereikt Assare niet. Jansen. Koppers. Eriksen. Snijden. Geen controle bij de Mouge. Niks. En dat is een bekend probleem de laatste weken. Frank de Boer heeft daar ook uitgebreid op getraind deze week. Het gaat allemaal heel aardig totdat dat doel van de tegenstander in beeld komt. Dan ontbreekt de laatste paas of is de afronding niet goed. En de laatste tijd komt Ajax juist niet eens aan afronden toe. Omdat er gewoon te weinig kansen worden gecreëerd. Er is niet echt een lekkere bal van Assare voor Bulthuis. Dus zet de Jong maar eens druk. Kali. Buitens. Gerrend. Assare. Bal nog steeds binnen. Maar wel voor Ajax, Van Rijn. En Mesilio komt er voorlopig nog niet langs bij Van der Marel. 1-0. Ajax moet sneller de bal van de ene kant naar de andere kant laten gaan. Dan kan het Utrecht via de backs wat in de problemen brengen. Het tempo is te laag. Kijk, dan is hier Koppers met alweer Duplan tegenover zich. Duplan maakt de overtreding. Hij krijgt een laatste waarschuwing. Nee, Basilio. Jansen, Van Rijn schuift in. Özbilis, mooi gedaan dit. Prachtige combinatie alleen. Krijgt Eriksen hem net niet terug. Oh, Fernandes raakt hem helemaal verkeerd. Geeft zo een hoekschop weg. Blind. We zagen ook Slot en Sturkenboom overigens. Corner Ajax. Nu eens niet genomen door Theo Jansen. Maar juist wegdraaiend van het doel. Eriksen mag het nog een keer proberen. Jansen staat daar. Dus een beetje op de rand van het strafschopgebied. Schutwind. Nog eens Eriksen. Komt die bal goed voor. Dan is het Bulthuis die weghaalt. Utrecht krijgt de bal niet echt weg. Hij is in een vrije trap. Maar hij heeft gewoon de bal. Theo Jansen. Fernandes komt. Wint wel steeds in duels, maar krijgt hem dan niet bij Gerrit. De Duiven vinden dit nu even goed. Bal is aan de andere kant van het veld.
Er is genoeg te eten daar. Maar nu komt Koppers die kant op. Alleen kan hij die bal binnenhouden. Ja, en daar worden de duiven getroffen. Die had even niet op te letten. Koppers. Dat is Bielis. Anita. Moeilijk te belopen voor Ebesilio, die bal van Jansen. Een moedeloze, teleurgestelde blik bij Theo Jansen. Duiven, die hebben het ook niet makkelijk vandaag. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor de supporters van Ajax en Utrecht. Het is nu al 27 minuten lange wedstrijd, eigenlijk met dus maar één kans. Veel getik op het middenveld en weinig richting de doelen. Dus vermaken de Ajax-supporters zich vooral met het zingen voor Johan Cruijff. Dan is de wedstrijd nog steeds bijzaak. Assar draait de handig weg van Özbilis en zoekt de snelheid van Gernd. Oeh, Gernd had daar de bal wel. Nee, zegt Makkeli. Geen overtreding. Anders heeft Van Rijn, vermoed ik, ook echt een behoorlijk probleem. Blind. Koppers. En één keer naar De Jong. Hij staat buitenspel. Is net aan. De jongen overigens, opvallend genoeg, pas in één eredivisie wel dit seizoen gescoord. Dat was tegen Heracles 2 keer. Vorig seizoen scoorde hij 12 keer. En nu dus pas 2 doelpunten en had de man ook nog eens een keer in 1 duel gemaakt. Geen overtreding op Jansen, wel een inworp voor Ajax. Voor Ebesilio. En Ajax probeert het vooral voetballend te doen en niet met vrije trappen voor het doel te brengen, zoals nu ook mogelijk was geweest, omdat Utrecht nu eenmaal wel meer lengte heeft. Ebesilio. Dat is een goede bal. Daar is De Jong, die legt hem terug, maar dan achter Eriksen. Eriksen alsnog. Beter terug kunnen leggen, denk ik. Proberen zelf te draaien. En een vrije trap voor Ajax. Die werkelijk ideaal ligt voor Jansen. Wat doet Assare precies? Die tikt de bal weg. We hebben toch geen overtreding van Assare dit? Iedereen bij Utrecht heeft zo zijn twijfels. Ik deel die. Maar Assar heeft de vrije trap tegengekregen. En Jansen heeft hem uiteraard al neergelegd, die bal. Fernandes weet dat hij nog wel eens aan de bak zou moeten kunnen gaan. Want nu staat hij achter de bal. Net buiten het strafschopgebied. Dit is echt een heerlijke plek om een vrije trap te mogen nemen. Eriksen staat daar ook nog, maar het gaat natuurlijk Theo Jansen worden. Jansen over de muur en niet in het doel. Het scheelt niet veel. De vrije trap die er eigenlijk geen was, levert Ajax het meest gevaarlijke moment op na een half uur voetballen. Ja, het was spektakel in Utrecht. Eerder dit seizoen 10 doelpunten, 6-4. Nu na een half uur.
kunnen we voor beide ploegen eigenlijk één kans noteren. En dus nog steeds 0-0. Maar Utrecht zal dit niet heel erg vinden. Koppers. Wordt een paar keer aangetikt door Duplan. Ebesilio, goede bewegingen. Duplan nu met de bal. Daar heeft Ajax hem alweer terug. Vermeer. Leno met risico. Ajax voetbalt zo goed onder de druk van Utrecht uit. Utrecht komt er eigenlijk al helemaal niet meer aan. Niet dat Ajax dus veel creëert, maar Utrecht heeft de bal niet meer. Hij heeft die sterke openingsfase, dus bepaald geen goed vervolg kunnen geven. Hey, Basilio. Jansen. De Jong. Niemand even rechts buiten, dus we moeten toch wat terug. Jansen. Natuurlijk zoekend naar die linker. Koppers is vrij. Blind ziet het. Duplan wint. En dan ligt er misschien ruimte. Blind is op tijd. En wordt die vrije trap meteen gewoon kort getikt. Hij heeft de paas van een huis om Koppers in één keer te bereiken en dan zijn station over te slaan. Het blijft bij breien zoeken in een te laag tempo, waardoor Utrecht makkelijk op de been blijft. Bulthuis, Assare. Snijder. Uiteindelijk als eerste. Eno. Koppers. Door. Kali, Gernd. Maar de bal niet tot bij de Moesje. Die maakt dan de overtreding. Is te laat. Van Rijn eerder bij de bal. Koppers ziet opeens dat er wat ruimte voor hem ligt. De Jong, nou, het was aardig bedacht. Ineens gespeeld. Maar dan hebben bereikt Koppers en Ebesilio niet. Die waren doorgelopen. Ze heeft opvallend genoeg overigens ook vandaag, maar 4 spelers op het veld staan die al een doelpunt hebben gemaakt dit seizoen. Het zegt ook wel wat over het improvisatievermogen van de Boer. Want Ajax heeft natuurlijk genoeg gescoord dit seizoen. Maar veel van het scorevermogen is gewoon niet beschikbaar. Eno. De Jong.
Eriksen. Opeens Eriksen lijkt het los van een tegenstander, maar dan is Kali al snel weer terug. Koppers. Vosbilis 1 tegen 1 met Van der Marel. Vosbilis heeft Sido natuurlijk. Vosbilis is aan de andere kant juist. En dan is er wel ruimte voor de voorzet, maar is hij niet goed. Anita. Bal maar half geraakt eigenlijk door Sneijder. Daardoor kan Ebesilio oppikken. Zien is de reactie van het publiek op het moment dat die bal weer bij Vermeer is. Omdat ze wel klaar zijn met het rondspelen van Ajax. Dat gaat ze prima af. Balbezit genoeg. Eriksen. Nieuw Eriksen. Jansen. Aan de andere kant Anita. De Jong kan terug op 1-0. Die krijgt hem achter zich. Hier lagen wel mogelijkheden. Krijgt Utrecht geen vrije trap. Kan Ajax dus door. En nu ook daar waar het te halen valt. Hakje van Eriksen lukt niet. Wat een overtreding. Bielis en Koppers met z'n tweeën. En dit was een goede mogelijkheid. Eno die daar helemaal vrijkomt op de rand van het strafschopgebied, maar de paas van de jongens niet goed. Utrecht zal zeer tevreden zijn. Geeft eigenlijk niks weg. Zoals het ook PSV in de Galgenwaard zeer moeilijk maakt om kansen te creëren. Sneijder. Moeilijke bal voor Bulthuis. Van Rijn. Bal ingeleverd bij Assar. Kali. Bulthuis komt daar toch nog. Voor het doel komt de Moesje. Vermeer half en de kans en het doelpunt. Ja, 1-0 voor Utrecht. Duplan scoort. Vermeer ziet er niet geweldig uit en zij vieren feest. Utrecht's tactiek werkt. Tegenhouden, Ajax het voetbal onmogelijk maken. Dat lukt allemaal prima en dan krijgt het één kans en scoort het ook meteen. Vermeer wil vooral de Moesje van koppen houden, dat lukt. Alleen hij tikt die bal zo voor de voeten van Duplan. Die reageert snel en scoort. Bij hoge ballen nog wel eens een onzekere factor, Kenneth Vermeer. En hier heb je toch ook het gevoel dat hij dit beter op had kunnen lossen. De Boer heeft onmiddellijk gereageerd na het tegendoelpunt. Boulikin bezig met de warming-up. Van Rijn. Nou, dit zal Utrecht natuurlijk alleen maar sterken. Het blijven hanteren van deze tactiek. Buitens moet oppassen. Fernandes niet lekker aangespeeld.
Schoppers. Hebicidio is naar binnen gekomen. Jansen nu even aan de linkerkant. Maar Hebicidio is de bal weer kwijt. De Moesje moet komen. Hé, hey, twee benen. Ja, omdat het inderdaad een hele stevige manier van inkomen is. En hij krijgt ook geel. Eerste kaart van de wedstrijd voor wat zo'n beetje de eerste serieuze overtreding ook is van dit duel. Voor de Moesje geen gevolgen. Assade, Snijder en Bulthuis staan op scherp bij de ploeg van Wouters. Wouters is niet gekomen om het publiek te vermaken, die is gekomen voor de punten. Het is bijna rust. En de simpele conclusie is dat die gekozen tactiek dus de vrucht afwerpt. Vorig seizoen kreeg Ajax het hele seizoen maar 30 doelpunten tegen. Nu dus al 29. En wat ook opvalt is dat Ajax in de arena pas één keer de nul heeft gehouden. Dat was tegen ADO. Dit is het 9e thuisduel van het seizoen. En dus 1 keer de 0. Gerrit. Kali. Anita haalt weg. Eusbilis. Schut. Gerrit buitenspel. Maar Makkeli geeft aan, voetbal maar door. Ajax heeft de bal toch al. Anderhalf minuut nog in de eerste helft. Lange bal van Jansen richting De Jong. Maar daar zit Wouters nog tussen. Kali. Schut. Fernandes. Niet altijd de best meevoetballende keeper. Dus kijk De Jong even voor wat te halen viel. Twee ballen voor Van Rijn daar. Dus die ene moet even over de zijlijn trappen. Duplan. Kali. Nassare. En anders raakt de bal maar weer eens niet goed. Maar de inworp is dan voor Utrecht. Via Ebicilio. Ja, Fernandes heeft nog geen echte redding hoeven verrichten. En het is. Heeft er een beetje rust nu. Sterker nog, het is rust. En Utrecht leidt. Twee kansen voor Utrecht. Eén mogelijkheid voor Theo Jansen uit een vrije trap. En wat dat betreft is de voorsprong van Utrecht misschien niet verdiend te noemen. Maar Ajax creëert veel te weinig om in ieder geval zelf aanspraak te maken op doelpunten of een voorsprong. 0-1, de stand halverwege.
Ajax gaat wisselen. Aan het einde van de eerste helft zagen we Theo Jansen al, die niet helemaal lekker meer liep. Niet helemaal fit oogt. En hij wordt vervangen in de rust. Hij wordt vervangen door Nicolas Lodero. Jansen natuurlijk al langere tijd last van. Zijn knie heeft hij ook aangegeven. En met Lodero is er in ieder geval in de plaats van Theo Jansen wel een aanvallendere speler bijgekomen natuurlijk. Het ziet eruit dat Lodero nu in de spits gaat spelen. Die meldt zich in ieder geval daar voorlopig en dus De Jong op het middenveld. Eriksen en De Jong dus nu als ondersteuning voor Lodero. En Eno als puur controleur. Normaal richting Emicilio. Van der Marel. Buitens, Assare, eigenlijk de andere kant op, heeft dat uiteindelijk ook door, maar lastige bal voor Bulthuis. Snijder, nu wel ruimte. 1-0 loopt die ruimte dicht. Wint wat dat betreft veel nuttige bal. Dit met niemand bezig aan de warming-up overigens. Zowel niet van Ajax als Utrecht. Duel met Van Rijn, die daar met de arm zwaait en daarbij Kernet op de neus raakt. Kernet wordt nog steeds verzorgd. Maar er is iemand direct de warming up ingestuurd. De Boesje krijgt hem net niet bij de plan. Kernt is weer terug. Lodero, net niet de controle. Nu wel bij De Jong. Eriksen. 1-0. Het is moeizaam, maar Ajax komt eruit. Anita. Wesbilis. De Jong valt wel zelf om. En toch heeft hij de bal nog. En ook langs Assar. Zien De Jong. Allang achter Wesbilis. Het is ook bepaald nog niet de wedstrijd van Siem De Jong. 1-0. Hij gaat lichaamschijnbeweging.
Eriksen. Blind. Koppers zijn er al mee. Hier is Emicilio. Maar de voorzet ook. Maar net Lodero nog van Koppen wordt gehouden door Assar. Dan is het grote. En gaat er een kaart komen voor Emicilio. Geel. Voor een overtreding op Duplan. Tweede speler met geel. In de eerste helft was het de Moesje die geel kreeg namens Utrecht. Nu dus Emicilio. Kan Anders erop gaan passen? Ja, gaat hij hier al geel krijgen? De bal moet terug. Ligt niet op de juiste plek. Van Makkeli. Waarschuwt hem niet voor het laatst. Moet ook nog passen met tijdrekken. Met 6 minuten bezig in de tweede helft. Ajax overigens, na de wissel, natuurlijk nog weer wat jonger geworden. Lodero 22, Jansen was met zijn 30 de oudste. Twee die 25 zijn of ouder zijn nu Vermeer en Eno. De rest is 23 of jonger bij Ajax. Vermeer is gewoon de oudste van het stel. Koppers. Oh, veel pijn bij Assar. Het spel gaat gewoon door. Assar ligt buiten de lijn ook. Dan wordt de bal door Utrecht binnengehouden. Dat lijkt me toch niet heel handig. Is voor Utrecht en de pijn is voor Assar. Oeh, dat ziet er heel vervelend uit. Net op het been van Koppers, dat natuurlijk geheel onbewust daar bovenop het been van Assar gaat staan. Misschien is het handig als iemand naar hem gaat kijken nu. Het zal me niet verbazen als daar iets is gebroken. Hij ligt daar nog. Even zorgen, moet helemaal om gaan lopen. Maar dit wordt niet goed opgelost. Ja, daar gaat de Moesje bij zitten. Alsof die ergens last van heeft. Dat lijkt me ook nog niet de bedoeling. Dat heeft Makkeli ook wel door. En de Moesje moet er zeker mee oppassen, omdat hij al geel heeft. En dan krijgt Van der Maro geel, omdat hij te lang wacht met het nemen van de inworp. Vanwege tijdrek. Ja, dit is niet handig opgelost. Hij ligt weliswaar buiten de lijnen, maar die verzorger had natuurlijk wel even over het veld mogen oversteken om te kijken hoe ernstig het precies is met Assar. Want dat ziet er gewoon echt niet goed uit. En omdat dat niet mag en die verzorger helemaal op moest lopen, wordt Utrecht boos, vertraagt Utrecht de boel. En dat kan Makkeli dan weer niet waarderen. Dus geel wegens tijdrekken. Maar de vraag hoe is het met Assar? Anita. De Jong, Wesbidis, Anita. Terugleggen. Koppers. Die moet dan met de voorzet komen. Goeie actie, Koppers. Voorzet is niet. De plan. Maker van het enige doelpunt tot nu toe. Zijn vijfde overigens al in 9 duels tegen Ajax. Daar gaat Assar. Ik denk nog niet dat we die nog terugzien. Ik probeer het eraf te lopen, maar ik vraag me af of dat lukt.
Sare komt weer terug. Maar nou, hij staat binnen de lijnen, laat ik het daarop houden. Ajax hoeft niet direct een man op hem te zetten, want die kan er niet vandoor. Hij kan amper lopen. Corner van Eriksen. Ajax heeft 5 man voor het doel. En de corner is niet eens slecht. Steeds veel pijn bij Assare. Je zou zeggen wisselen, want het is niet eens zozeer dat je niet eens iets aan hem hebt op dit moment, omdat hij amper kan lopen. Dit kan toch ook de pijn en de blessure die hij heeft nooit goed doen. Snijden. Blind. Eriksen. Blind. Vasthouden van Eriksen bestraft. Informeren of er zometeen genoeg tijd gaat worden bijgeteld bij Makkeli. Er leek hier niet zo heel veel aan, niet zo opzichtig in ieder geval zoals bij Assare duidelijk te zien was. Maar er is ook pijn bij de linksback van Utrecht. Soleimani gaat zich nu ook warm lopen namens Ajax. De Boer zegt als het een beetje mee zit, wil ik hem eigenlijk gewoon niet inbrengen. Kan wel ongeveer een half uur, maar liever niet. Omdat hij toch nog steeds last heeft van zijn knie. Het lijkt nodig dat Soleimani alsnog gaat komen, de clubtopscorer van Ajax. Koppers kan die bal niet binnenhalen. Schiet door, maar wel tot bij Blind. Özbilis. Lodero nog niet gezien in de tweede helft. Hey, Basilio. 1-0 helemaal vrij. Dus maar een schieten. En dat is eigenlijk de eerste redding die Fernandes moet verrichten vandaag. En laten we
zeggen dat hij van zal zijn gaan zweten. Nee. Kali. Bulthuis, met wie het dus wel weer gaat. Kali. Eriksen. Snelheid is er onder andere bij Ebisilio. Robert Eriksen zelf nog. Hier is de Jong. Aan de andere kant komt nu Koppers. Maar niet gezien. Eriksen. Buitenspel. Utrecht staat goed. Ajax komt er niet doorheen. Dat is al een uur lang het geval. En dus is de vraag hoe Ajax daar in de laatste half uur dan iets aan zou kunnen gaan doen. Misschien met het inbrengen van iemand als Soleimani of Boulikin. Dat lijken me de meest logische opties voor Frank de Boer. Het duidelijk is dat het herstel er vandaag qua voetbal in ieder geval niet komt van Ajax. Met als excuus dan wel de vele afwezen. Ja, ook Utrecht is bepaald niet op volle oorlogsterkte. Ewe Silio. Door Buitens. Danny! Ga binnen door, hè? Anita. Lodero. Lesbidis. Eriksen. Verdiend. Corner Eriksen. Kali hoopt op Kernt, maar dat voorkomt Anita. Utrecht komt er totaal niet uit, maar komt dus ook totaal niet in het probleem. En nu misschien wel een mogelijkheid voor een uitbraak met Duplan. Die wil hier alles zelf doen in plaats van oog te hebben voor ploeggenoten. Boulikin zit daar nog steeds, niet bezig aan een warming-up. Hij heeft maar 7 keer op doel geschoten dit seizoen, scoorde wel 5 keer. Ongekend gemiddelde, maar een invalbeurt op korte termijn zit er dus niet in. Kernt, maar eens proberen. De bal gaat over de achterlijn, ja of nee? Dat is nog even de vraag. Nee, hij wordt binnengehouden. Assar. Nog steeds. Tussen 3 man in. Sneijder. Buitens. Schut. De Moer. En nu ligt er ruimte voor de Jong. Wordt er nog net verdedigd. Is het zelfs geen corner. En doet Schut dat dus heel netjes. Maar daar was wel een moment waarop Ajax er heel gevaarlijk uitkwam. Opeens ligt er ruimte. En veel ook. Paas nog net te onderscheppen voor al je Schutten. Hij is mede vanwege zijn ervaring weer in de basis gezet. Hetzelfde geldt voor de Moerje. De keuze voor de jeugd. Kiest Wouters nu toch voor iets meer routine in de ploeg. Dat betaalt zich dus wat dat betreft wel uit. Kernt, terwijl Eno geblesseerd is. Kernt. Levert in. Eno nog steeds last. Ajax voetbal door. Eusbilis. Bal kwijt. Kan hij heroveren. Bulthuis in de problemen. Zich. Kernt wacht wat lang. Nu spelen.
Sneijder. Ideaal liggen om eens uit te halen. Sneijder, goed schot. Het is een doeltrap. Vermeer zit er niet aan dus. Maar daar is Utrecht toch opeens zeer gevaarlijk weer. En een aardige uithaal van Rodney Sneijder. Minuten bezig in de tweede helft. Nog steeds Ajax eigenlijk geen serieuze kans gehad. Koppers probeert het, komt er niet langs. Rodero pikt de bal op. Om in te kunnen schuiven, maar dat lukt niet. Uiteindelijk heeft Fernandes de bal, maar vraagt niet hoe. Totale miscommunicatie. Blind voor de Moerje gekomen. Kwart wedstrijd nog te gaan. Is dit wel de kans die Ajax aanzet tot wat meer? Niet op deze manier. Eens kijken, want ook Assare laat die bal bewust lopen, alsof Fernandes heeft geroepen, want ik ben er, ik kom. Alleen duurt het nog wel even voordat hij die bal ook daadwerkelijk heeft. Ja, Buitens is ook boos. Dan vermoed ik toch echt dat hij heeft geroepen. Anders reageer je als verdediging niet zo. Kert krijgt hem net niet bij de Moerje. Goed gedaan, Gernd opeens de volgende kans voor Utrecht. Ah, misschien wat te snel geschoten. Hij moet hem gewoon breed leggen. In het midden was Kali en er was ook nog de Moerje. Er komt natuurlijk ook meer ruimte voor Utrecht. Omdat Ajax ook wel naar de klok kijkt en ziet nog iets meer dan 20 minuten, nog steeds 1-0 achter. Er moet echt wat gaan gebeuren. Boulikin zit nog steeds op de bank. Soleimani is de enige bij Ajax die zich warm loopt. Wordt nu geroepen. Ebesilio. Daar komt Fernandes. Kali. Assare. Tot twee keer toe langs Eno. Gernd. Echt een lekkere bal dit. Van der Maron naar de Moerje. Gernd pikt op. Heeft hij oog voor ploeggenoten? Lopen nog niet. Gernd. De Moerje laat hem. Was het idee aan Sneijder.
snijden buitenspel. Het is zonde voor Utrecht dat hij meerdere mogelijkheden heeft om echt gevaarlijk te gaan worden richting Vermeer, maar dat steeds niet goed uitspeelt. En Ajax gaat Soleimani nu brengen. 11 doelpunten al gemaakt dit seizoen. Ajax hoopt op nummer 12, Kali, met een overtreding die inderdaad wel geel waard is. En die kaart krijgt hij dan ook. Anouar Kali. Ebesilio gaat er nu uit. Applaus voor Soleimani. Wat minder applaus was er voor Ebesilio, die een zeer ongelukkige wedstrijd speelde. De club die het vaakst scoorde via een invaller dit seizoen, al 9 keer. En er wordt dus nu echt naar Soleimani gekeken om daar 10 van te maken. Ondanks die knieblessure wordt hij toch gebracht. Ook Boulikin gaat zich nu warm lopen. Vandaar de reactie in het stadion. Vrij trap Eriksen. Fernandes moet terug. Wel makkelijk van. Hem heeft het Ajax-publiek dus de hoop nu gevestigd. Dimitri Boulikin. Gerrit. Bulthuis. Lanceert zichzelf met deze kopbal omdat Koppers wegglijdt voor het doel. De twee spitsen. Hier is de Moesje. Nog net verdedigd door Eno die wat dat betreft heel veel nuttig werk heeft verzet vandaag. Opbouwend aanvallend klopt het grotendeels niet bij Ajax. Maar Eno heeft al een paar keer zeer goed ingegrepen en houdt hier de Moesje van de grote kans. Lastig, toch weer proberen. Eigenlijk is weer de vraag of die bal überhaupt over de achterlijn gaat. Vermeer ver uit zijn doel. Duplan wordt van de bal gehouden door Eriksen. De meeste dreiging is er van Utrecht. Toch echt in deze fase. Dat komt door alle risico's die Ajax neemt. Zonder dat het dus zelf echt gevaarlijk wordt. Nog iets meer dan een kwartier. 1-0. Anita. Die gaat diep, maar niet wil hem niet diep geven, kiest hier voor Siem de Jong. Van der Marel onderschept, Duplan. Vrij trap voor Utrecht. En de simpele conclusie is dat Ajax op dit moment 6 basisspelers zo'n beetje mist. 7 als je ook nog meerekent dat Soleimani er niet vanaf het begin bij was. En dat dat dus te veel is voor deze ploeg. Soleimani. Eriksen. Naar de Boesje, maar dat was. Dat had al een fractie eerder gemoeten. Van der Marel. Eno. Krijgt die bal achter zich. Gaat Utrecht de eerste club worden
van Ajax wint in de Eredivisie. De ploeg van Wouters is er 15 minuten plus extra tijd van verwijderd. Dit. Utrecht kreeg al meer ruimte. Het was de vraag, spelen ze het nog een keer goed uit? En dat gebeurt hier met de Mouge die de rust bewaart. Duplan vrij ziet staan. En die schiet hem prima in. Geen enkele kans voor Vermeer. En er zit dus een primeur aan te komen. Wouters. Met Utrecht pas één wedstrijd gewonnen. Dat was die 6-4. Gaat hij nu zijn tweede overwinning ook al tegen zijn oude club behalen. Tegen de club waar hij voor was uitgenodigd voor die reunie. Soleimani. Boulikin intussen gekomen voor Blind. Hier is Lodero. Maar die raakt de bal niet. Kali ook maar half. De Mouge. Anita neemt over. Helemaal niets in Amsterdam, zingt het Utrecht publiek. Lange bal richting de Mouge. Die valt er nu bij om. Koppers. Iets meer dan 10 minuten nog voor Ajax. Natuurlijk richting Boulikin, maar schudt eerder bij de bal.
Utrecht staat er dan dit seizoen. Toch vooral in de duels tegen de topploegen. Ook al een punt gepakt tegen PSV en Feyenoord. En na de winst op Ajax nu ook afkoersend op 3 punten in de arena. Daar komt Bulik in en Fernandes. Twee vuisten vooruit en hij heeft de bal. De Mouge, Gerrit, uitbraakmogelijkheid voor Utrecht. Sneijder is de man die nu even in de spits staat. Gerrit moet er wel zien af te rekenen met 1-0. Hij kiest voor het balbezit. Hazard, die zo zwaar geblesseerd leek te zijn geraakt, maar er nog steeds bij loopt. Gerrit, Kali. De Moesje wil de bal graag hebben. Wildhuis voorlopig nog zelf. Met een partij te winnen, dat lukt zo niet. Dit is wel het moment voor de wissel. En dan krijgen we een debutant bij Utrecht. Lars Veldwijk komt in de ploeg. We komen van Volendam, spits. En hij komt voor de Moesje. En zo debuteert Veldwijk in de arena, in de Eredivisie. Toegezongen, eindelijk weer eens in de basis. Hard gewerkt, veel duels gewonnen. En belangrijk met zijn assist bij de tweede voor Utrecht. Van Rijn. Geen goede paas. Ook geen onderschepping vervolgens van Duplan, dus Soleimani. De Boer is door al zijn wisselmogelijkheden heen. Deze elf van Ajax zullen het nog moeten doen. Maar je ziet het toch eigenlijk niet gebeuren. Koppers. Koppers is niet de speler die hierop af moet rekenen. Dat zijn niet de jonkies die voor de tweede keer in de basis staan, zoals achterin bij Ajax veelal het geval is. Gerrit. Bal nog geblokt door Van Rijn. Maar de inworp is alweer voor Utrecht. Balverlies, Bulikin, helemaal terug op eigen helft. Begint aan een solo. Bulikin krijgt hem ook bij Lodero. En aan de andere kant ligt er ruimte voor Özbilis. Anita mee, Ajax heeft nu 6 man voorin. Özbilis loopt zich vast. Soleimani loopt zich vast en daar raken er 2 bij geblesseerd. En het is Ajax dat de vrije trap krijgt. Terwijl het toch volgens mij niet Kali is die de overtreding maakt. Veel pijn in ieder geval bij de middenvelder van Utrecht. Maar zo zijn al aardig wat blessurebehandelingen geweest. De nodige wissels. Moeten we dat de extra tijd wel richting de 4-5 minuten gaat. En een brancard zegt Makkeli. Brancard er is, besluit de speler altijd dat hij zelf al kan lopen. Hier, wat doet Kali precies verkeerd in dit duel? Hij heeft in ieder geval wel de vrije trap tegengekregen.
Siem de Jong gaat die vrije trap nemen. Kali is naar de kant, loopt wel alweer. Dus zal ze ook weer terug kunnen keren. Maar het is een niet terechte vrije trap. Misschien een kans voor de Jong. Hij is hard, hij krijgt de bal in Bulikin. Die krijgt hem niet op, laat staan in het doel. Valt bij toeval voor zijn voeten. Fernandes neemt zijn tijd weer. Ja, dat gaat zo komen. De kaart die eigenlijk al zo'n beetje in de vijfde minuut van de tweede helft was aangekondigd. Eriksen vraagt nu of het niet de tweede is. Nou, dat is echt niet het geval. Fernandes weet wel dat hij nu een beetje op moet gaan passen. En geen gekke dingen meer moet gaan doen. Gernd. Kali. Nou, niet thuis hem kwijt. Dus Bilis. Dodero. Anita. Dus Bilis. Corner. Nou, dat zijn niet de situaties waar Utrecht zich tot nu toe heel erg druk om heeft gemaakt. Met het verschil in lengte. We vragen nog wel even wie pikt Bulikin nu op. Die erbij is gekomen. En die is wel zeer kopsterk. Korte corner. Dus Bilis. Buitens verlengd. Corner aan de andere kant. De Boer staat en ziet het. 0-2. Het lijkt zijn eerste thuisnederlaag in de Eredivisie te gaan worden als trainer van Ajax. Eriksen. De bal haalt weg. Gernd met 1-0. Heel veel ruimte voor Utrecht als Gernd overzicht heeft. Weer het voorlopig zelf. Dan krijgt hij nog bij Kali. Kali loopt zich vast. Te makkelijk. Eriksen. Bilis. Maar weer is het een bal waar Fernandes niet ongerust van raakt. Die heeft zichzelf één keer echt in de problemen gebracht naar een rare actie. En voor de rest een makkelijkere middag dan die vermoed zal hebben toen hij vanochtend wakker werd, denk ik. Kan Gernd daarbij? Ja, maar hij moet nog wel even terug. Kali wil het heel mooi doen. Kali! Wel met gevoel. Ja, scoorde ook al zeer fraai in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Toen de uittrap van Vermeer bij hem terecht kwam. Nu ziet hij Vermeer iets voor zijn doel staan. Hij heeft in ieder geval het inzicht en ook wel de techniek om daarvan te profiteren. Anderhalve minuut en dan komen er 4 minuten bij. Een beetje een gevalletje zoals ze dan in Engeland zingen Can We Play You Every Week voor Jan Wouters. Die alleen lijkt te kunnen winnen van Ajax. Veldwijk kan meegeven. Het lijkt me buitenspel van Gernd, maar Ajax heeft de bal. Nu niet meer. Veldwijk. Het is weer 1-0 die het duel wint. Bal van de Jong. Van de Marel. Kali. Laatste minuut loopt. Overtreding van Anita. Massara is eerder bij de bal. Gernd. Mooie paas. Goed gelopen door Kali. Dan breekt dus de extra tijd aan.
vier minuten nog voor Ajax. Om iets te doen wat er al 90 minuten lang totaal niet in heeft gezeten, namelijk scoren. En dat zullen ze dan ook nog eens twee keer moeten doen. Bulikin, wel een inworp. Ruiters loopt weg met de bal. Moet daarvoor oppassen, anders krijg je nog geel. Ik zag niks. Soleimani. Niks aan de hand. Er liggen er wel twee op het gras nu, waarbij Lodero snel opstaat. Soleimani wil Sneijder zelf wel over de lijn tillen. Breekt er een halve vechtpartij uit. Wow. De jongen onderuit. Ja, zeker Fernandes moet erop gaan passen als die er zich mee gaat bemoeien. Heeft al geel. Sneijder ligt daar nog overigens. Daar komt nu ook verzorging voor in het veld. Wat heeft Makkeli allemaal gezien? Het had te maken met Soleimani die Sneijder over de achterlijn wilde tillen. Rodney Sneijder. Soleimani denkt, weet je wat, ik doe het zelf wel. En dan gaat Sneijder tekeer tegen Soleimani. Reageert die. En dan krijgen Sneijder en Soleimani denk ik dan geel voor dat onderlinge gedoe. Het is niet helemaal duidelijk naar wie die kaart voor Utrecht naartoe ging. Het leek me Sneijder. Of heeft Schut hem gekregen als geheel in dit opstootje. Het was in ieder geval Soleimani namens Ajax die geel kreeg. Zo zijn we intussen wel alweer twee minuten bezig in de extra tijd. Fernandes komt, stompt de bal weg. Koppers, maar de plan. Soleimani. Maar één echte Sneijder zingen ze nu in de arena. Dan zijn ze nu Rodney bij de boel. Er zijn er overigens drie hoor, die voetballen. En alle drie toch met een Ajax hart. Combinatie, net niet gelukt. Anita krijgt hem niet bij Siem de Jong. Koppers. Bulikin. Corner Ajax. Sneijder loopt daar nog steeds, komt niet meer terug. Het is de laatste wissel. Zulo is in zijn plaats gekomen. Ja, waar zal Wesley nou blij mee zijn met de winst van Utrecht? Of is hij toch vooral teleurgesteld over de uitslag van zijn Ajax? Gaat broederliefde boven zijn oude club? Gernd. Goeie beweging weer van Eno, die Gernd daar makkelijk kwijt is. Maar ja, er is nog een halve minuut te gaan. Misschien nog een halve minuut erbij door die wissel en dat opstootje. Maar dat zal weinig meer aan het resultaat van vandaag gaan veranderen. Doorgaan zegt Makkeli. Het is afgelopen. Utrecht wint is de eerste club ooit. Die twee seizoenen op rij tot twee keer toe in de Eredivisie wint van Ajax. 2012 is dramatisch begonnen voor Frank de Boer en Ajax. Uitgeschakeld in de beker, gelijk bij AZ en nederlagen tegen Feyenoord en Utrecht. Het is pijnlijk. De tactiek van Wouters heeft gewerkt. Nieuw systeem, nieuwe spelers toch ook in de basis. Maar Wouters wint. Het is zijn tweede zegen als hoofdtrainer van Utrecht. En allebei die overwinningen boekte hij uitgerekend op zijn oude club, Ajax.